Militaire begraafplaats Jonkerbos zijn op kerstavond lichtjes aangestoken bij de graven van militairen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurde onder meer door leerlingen van basisscholen uit Nijmegen en door burgemeester Hubert Bruls en wethouder Gete Visser. Ik denk dat voor iedere mens belangrijk is dat die herdacht wordt. En deze soldaten hier, meer dan 1600 mensen, die verdienen dat ook. Zeker als je bedenkt dat enkele tientallen van hen hier naamloos liggen. Ja, aan de vooravond van kerst daarbij stilstaan, vind ik wel een hele mooie uitdrukking van dankbaarheid. Van ons die hier kunnen leven in vrede, veiligheid. Maar ook van erkenning van namen, ook als we die niet kennen, die nooit vergeten mogen worden. Het is begonnen in de Scandinavische landen. Daar is het traditie om de avond voor kerst op de begraafplaatsen een lampje te branden, een kaars te branden. Ongeveer 30 jaar geleden is er op een leraar in Holte geweest die traditie heeft voortgezet, maar dan op de Canadese begraafplaats in Holte. Ik ben daar zelf bij geweest een tiental jaar geleden tot een jaar of 4 geleden. Daar heb ik toen meegeholpen en toen dacht ik bij mij van nou, moeten we het in Nijmegen ook gaan doen. En toen ben ik samen met Jan-Willem Akkers en Theo Voelig begonnen om het hier te organiseren. En dat hebben we nu voor de 3e keer gedaan. Dus, wij het belangrijk vinden om het over te geven aan de kinderen die hier vandaag bijeen waren bij deze herdenking. Zodat ze en wij nooit vergeten wat er in de oorlogsjaren is gebeurd. Een dertigtal vrijwilligers en ik denk nu, moeilijk in te schatten, ik denk een kleine 100 kinderen dat er nu waren. En die zijn van diverse basisscholen hier uit de regio. De Sint-Niklaasschool die heeft deze begraafplaats geadopteerd. Dus zij zijn rond 4 en 5 mei ook altijd hier op school, op de begraafplaats en zijn dan hier ook voor een herdenking. En nu met de lichtjesavond hebben ze meestal 1 of 2 leerlingen die een gedicht voor ons voorlezen. Dus de samenwerking tussen de Sint-Niklaasschool en ons is heel goed. De kaarsen branden ongeveer 50 uur en dat betekent dat ze in ieder geval eerste kerstdag en een deel van tweede kerstdag zullen branden.